eerste waar ik aan denk als ik onze planeet hoor is... Leven. Klimaatveranderingen. Ja, vooral het beschermen van onze planeet. Hoe dat wij daar als leerlingen aan kunnen bijdragen. De toekomst en de toestand van ons planeet is natuurlijk superbelangrijk voor de jongeren. Want als we binnen 20, 30 jaar nog een stabiel klimaat willen hebben, gezonde lucht willen hebben, genoeg natuur willen hebben, ja, dan moeten we nu echt dringend dingen gaan veranderen, in actie schieten. Ja, ik lig daar wel best vaak van wakker. Het is gewoon iets waar wij allemaal graag iets aan willen doen, maar het gevoel hebben dat dat gewoon nooit genoeg is. De politiek moet daar zeker naar kijken, naar onze stem luisteren en ja, ons ook serieus nemen als jongeren.